om kennis te delen. Ik wil jullie vandaag heel graag meenemen in het thema waar ik al zo'n 6 jaar onderzoek naar mag doen binnen het lectoraat Waarde van Vrije Schoolonderwijs. Ik hoop het interactief te maken. Het is toch altijd weer een kunst om vanuit het fysieke overbruggen naar het online overbruggen te gaan. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik jullie meenemen in wie ik ben. Ik ben leraar economie, teamleider en decaan op de Stichtse Vrije School in Zeist. En dat is een middelbare school voor voortgezet vrije schoolonderwijs. Als dat is vrije schoolonderwijs, heb je de basisscholen. Daar zijn vaak veel meer mensen mee bekend. En de bovenbouw, dus de eerste klas van de middelbare school. Daar mogen wij de laatste 6 jaar van een vrije schoolopleiding gaan vervullen. En ik ben onderzoeker binnen het lectoraat Waarden van Vrije Schoolonderwijs. En wij proberen de waarden en de waarden van het vrije schoolonderwijs zichtbaar te maken. En ook de dialoog met elkaar aan te gaan. Dus eigenlijk is deze conferentie daar een prachtig mooi voorbeeld van. Wat mij ook drijft om mijn onderzoek te doen. Het vrije schoolonderwijs dat is van oudsher opgericht vanuit een soort van beweging. Zo'n 101 jaar geleden om een ander soort onderwijs er tegenover te stellen. Ook wat andere vernieuwingsscholen natuurlijk ook vanuit een bepaalde impuls kwam. Een bepaalde gevoel van het onderwijs moet anders. En hoe kunnen we dat vormgeven? Nou, de vrije school is daar één van. Die waarden die komen eigenlijk van oudsher heel mooi terug in het onderwijs. En tegelijkertijd voelde ik 5 jaar geleden toen ik startte met mijn onderzoek naar toetsen een soort van incongruentie in mezelf. Want die toetsdruk die we in ons onderwijs zien, die voelde ik eigenlijk ook heel erg terug binnen het vrije schoolonderwijs. En ik ben me gaan afvragen van hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat we ook binnen een vrije school waarbij we echt zeggen, we willen een kind echt gaan zien, we toch een heleboel zijn gaan becijferen. En eigenlijk vanaf dat moment is mijn ontdekkingsreis gegaan als onderzoeker. In eerste instantie voor mijn master en later binnen het lectoraat Waarde van Vrije Schoolonderwijs. En voordat ik ga delen wat ik heb gedaan, wil ik je ook meenemen in het... voordat ik ga delen wat mijn bevindingen zijn, wil ik je ook meenemen in mijn onderzoeksproces. Van wat is daar tot stand gekomen? Hoe is dat tot stand gekomen? Want ik ben steeds aan de slag gegaan als onderzoeker volgens de principes van het actieonderzoek. En als actieonderzoeker sta je on the job, sta je erin, maar neem je tijd om die stap terug te doen. En dat is best wel een frustrerend proces, want het gaat niet in een rechte lijn, zoals dat plaatje ook laat zien. Maar het is echt steeds een moment van reflecteren, dat gevoel wat in mij zat van dit klopt ergens niet. Gaan kijken waar knelt de schoen. Vervolgens gaan acteren, een interventie, gaan kijken wat er gebeurt en vervolgens begint het opnieuw. En eigenlijk is dat proces van actieonderzoek een heel erg cyclisch proces wat met verschillende loopjes gaat. Nou, wat heb ik dan gedaan en waar heb ik dan op gereflecteerd waaraan ik vele mooie stukken heb mogen schrijven? Dat is hier het proces van 2015 tot 2020. Ik ga niet overal op inzoomen. Ik heb een paar stukken uitgekozen waar ik in deze meet and greet wat verder op in wil gaan. Maar ik ben begonnen met kijken van, waar gaat het nou eigenlijk mis? Hoe komt dat? Hoe komt het dat we als vrije school 101 jaar geleden geen cijfers gaven? Maar een hele mooie beschrijving gaven van hetgeen wat een leerling heeft gedaan, wat we hebben waargenomen, dat noemden we het getuigschrift en dat was geschreven naar een situatie in 2015 die ik echt zo ervoer als, waar is het kind achter de cijfers? Waar is het verhaal achter de cijfers? Dus zo ben ik allereerst gaan kijken, hoe komt dat nou? Wat is de oorzaak daarvan? Vervolgens ben ik vanuit daar met mijn collega's, want alles heb ik gedaan steeds samen met de collega's, naar een visie te formuleren van als we voelen van de manier van toetsen en beoordelen die we nu hebben, die past niet, hoe zou dat er dan uit moeten zien?
En we zijn onder andere echt met elkaar gaan studeren. Samen gaan kijken van, hey, wat ik waarneem, neem jij dat ook waar? Neemt de ander dat ook waar? In intervisiegroepen, maar ook door studie die we door het jaar heen en door de jaren heen steeds hebben gedaan. Want voor mij ligt de sleutel in het samen reflecteren. Eigenlijk samen als team dat actieonderzoek gaan. Samen onderzoeken. En onderzoek heeft soms een beetje een vieze smaak. Want de meeste mensen kunnen zich nog wel herinneren van hun studietijd. Dat je door dat onderzoek heen moet slepen. Maar eigenlijk is dat onderzoek dat samen vertragen. Dat samen tijd en ruimte nemen om te kijken van, hey, waar staan we eigenlijk en is dat wenselijk, is ontzettend waardevol. Een van de dingen die wij zijn gaan doen, dat is, wij zijn gaan kijken van, hey, die cijfers. Is dat nou eigenlijk wel waardevol? Is dat wat we willen? Of kunnen we op een andere manier gaan kijken naar de ontwikkeling van leerlingen? En ik kwam al snel uit bij het formatieve werken, formatief handelen. Sommigen noemen dat formatief toetsen. Daar wil ik later nog wel even op terugkomen. Maar we zijn eigenlijk gaan stoppen in de eerste twee leerjaren van de middelbare school. Dus een van de interventies met het geven van cijfers op het rapport, maar ook überhaupt. En dan kun je je afvragen, ja, maar wat ga je dan doen? Miranka, een van onze leraren in de eerste twee leerjaren, leraren in de eerste twee leerjaren, die gaat jullie dat vertellen. Ik ga het filmpje starten en we hebben het net getest en het zou allemaal goed moeten gaan. Ik ga kijken. Ja, we zijn een aantal jaar geleden zijn we begonnen met in de middenbouw om eens te kijken van wat zien we nou van leerlingen. Ja, dus we hadden beoordeling, gewoon proefwerken, SO'tjes en dat hebben we een cijfer beoordeeld. Maar we kwamen er eigenlijk achter dat we niet datgene zien wat we eigenlijk zien. Of eigenlijk dat we niet de weerslag hebben van wat we eigenlijk waarnemen. Dat was eigenlijk de achterliggende gedachte. Dus toen zijn we over gaan nadenken over hoe we dat anders zouden kunnen doen. En daar is uitgerold dat we twee jaar geleden, of eigenlijk ruim een jaar geleden, begonnen zijn met het in plaats van cijfer beoordelen, met het beoordelen in een goed, een voldoende, letterbeoordeling noemen we dat. En dat lijkt een kleine verandering, maar ik zie aan de leerlingen een enorme verandering. En wat ik vooral zie, is dat de kinderen in het proces blijven. Waar vroeger, als ze dan een SO gedaan hadden, of een proefwerk hadden, nou, daar stond er dan een 7, dat was dan een punt achter een proces. Hè. Je merkte dat de kinderen letterlijk dat papiertje, als ze netjes waren, stopten ze dat in een map. En anders frommelden ze dat en dan gooiden ze het weg en dan was dat proces was klaar. En dat is eigenlijk heel jammer, want daarmee rond je iets af waar je eigenlijk wil dat ze middenin blijven zitten. En nu merk je echt dat ze, nou, er staat dan een voldoende. Dat betekent, ik ben eigenlijk goed, ik ben op voldoende wijze bezig. Of als er een goed staat, dan zijn ze goed bezig. En dat lijkt ook wel alsof ze dat ook echt zo voelen. Dus het is veel minder een punt en veel meer, ga lekker door zo. He, dus eigenlijk een soort uitnodiging voor de toekomst, zou je het eigenlijk kunnen zeggen. En dat maakt dat kinderen in het leerproces blijven. En dat leerproces veel meer continu is. Dat het veel minder van beoordeling naar beoordeling gaat. Maar dat die beoordeling er gewoon bij hoort. Nou, ik denk dat het belangrijk is om zelf actief te blijven. He, dus ik voor mezelf, als ik dan een weekend heb of vakantie heb. Dan probeer ik altijd even uit te zoomen en te bedenken wat wil ik. Wat wil ik met deze leerlingen? En wat wil ik ze meegeven? Wat wil ik, in welk proces wil ik dat ze stappen? Wat wil ik eigenlijk bereiken? Op welke weg wil ik ze leiden? Hoe breed, hoe smal? En daarna ga ik pas kijken van, oh, en wat hoort daar dan bij? Ja, dus... nou, het klinkt als heel veel werk. Hè? Dus je moet op een hele andere manier naar de kinderen gaan kijken. Ik moet ook zeggen, toen we in de aanloop hier naartoe waren, dat ik ook die gedachte had van, oh, hoeps, werk dag en 8 uur is ook voldoende en het weekend is ook wel heilig. En het levert me energie. Het levert mij energie, omdat ik enthousiast van word. Ik word enthousiast van kinderen die in beweging zijn, want daarom ben ik leraar geworden. En ik zie ook dat ik soms dingen niet meer doe, die ik bij de kinderen laat. Dus een overhoringje tussendoor, dat doe ik eigenlijk niet meer. Ik zeg dan tegen de kinderen, overhoor elkaar even. En ze nemen dat serieus. Dat moet ik natuurlijk niet 10 keer in de week doen, want dan nemen ze het niet meer serieus. Maar ze nemen het serieus.
Dus ik hoef het niet na te kijken. Maar ze hebben elkaar wel overhoord. En het bijkomstige voordeel is ook dat ze die druk niet voelen. He, dus met een maatje in de klas even elkaar overhoren. Nou, dus maar even kijken waar ik sta. Maar als juf een papier uitdeelt, dat is al heel snel, oh, daar gaan we weer. Stress, angsten. Sommige kinderen hebben dat gewoon. Die ervaren die druk enorm. En voor mezelf merk ik ook inhoudelijk zelfs. Dus inhoudelijk doe ik soms dingen niet, laat ik het even. He, ik ben nu bezig met de periode biologie. Ik heb de blessures niet behandeld. We zijn bezig met het menselijk lichaam, skelet, spieren, huid. Ik denk, nou, dat is mooi een onderwerp waar ze zelf iets in kunnen zoeken. En dan gaan ze dat ook zelf voor de klas voorlezen. En dan is het ook iets wat zij doorwerkt hebben. He, dus het niet een iets feitelijks uit een boek, maar dat is stof die ze zelf doorwerkt hebben. Heel leuk, dat heeft Tom verteld of dat heeft Adjana verteld. En dan gaat het dus ook veel meer leven. Dus antwoord nee, ik vind het niet veel meer werk. Ik vind eerder dat ik er rijker van word. Kinderen worden er rijker van en ik word er ook rijker van. Ja, een heel mooi verhaal zo van Miranka over hoe dat cijferloos werken, hoe we daarvoor hebben samen kunnen zorgen dat dat niet, want we zijn uiteindelijk de resultaten van de leerlingen gaan weergeven in een onvoldoende, voldoende, ruim voldoende goed. Maar ja, dat kan natuurlijk ook een soort van sleets worden. Dat kan dan ook ineens een doel worden. Of je nou raketjes gebruikt, sterretjes, zoals in de luizenmoeder een keer het geval is, of was. Of OVG of cijfers, eigenlijk maakt dat niet zo gek veel uit. Alleen het gaat erom dat je samen bewust bent van wat willen we nou eigenlijk? Van hoe willen we nou met elkaar werken? Alles wat je aandacht geeft groeit, zeggen ze wel eens. En ik denk dat dat ook zo is. En als we die ontwikkeling aandacht geven, door ook samen te kijken, en ook soms samen met de leerlingen, afhankelijk van de leeftijd, kun je daar heel mooi ook de leerlingen in meenemen. Van ja, maar wat is dan die voldoende? Van wat is goed? Want waar gaat het nou uiteindelijk om in het onderwijs? Daar wil ik zo ook even met elkaar naar gaan kijken. Waar het nou eigenlijk in onze ogen om gaat samen. En naast de methode van het actieonderzoek, waarbij we echt steeds samen interventie doen en gaan reflecteren. Zoals hier eigenlijk op het beeld was Miranka aan het reflecteren met wat heeft dat nou gedaan. Maar dat doen we ook echt met z'n allen. Om steeds te kijken van hey, is datgene wat we doen, vinden we dat ook waardevol? En het gaat ook wel eens mis. Daarin. En dat we daar steeds samen die stappen zetten. En een belangrijke methode die ons heel erg heeft geholpen en waarvan ik ook eigenlijk jullie het zou toewensen om in jullie scholen of in de opleiding of waar dan ook te gaan kijken, is de methode van het waarderend onderzoeken. En die methode van het waarderend onderzoeken, daar gaan we niet kijken van ja, wat gaat nou echt fout? Nee, we gaan kijken naar hey, waar willen we meer van? En dat begint bij een stap en je ziet ook die pijl die gaat omhoog. Dus we willen gaan kijken, hé, wat willen we dan laten groeien? Door eerst te gaan kijken binnen het thema, waar willen we meer van? Waar gaat het om? En gaat het over cijfers? Want op het moment dat we het over cijfers gaan hebben, ja, willen we meer cijfers? Dan was de conclusie al snel nee. Maar waar willen we dan wel meer van? We willen de leerlingen echt zien. En vervolgens zijn we gaan ontdekken. We zijn gaan verzamelen het mooiste dat er al is. Dus we gaan kijken naar, hey, dit willen we. We willen die leerlingen echt zien. En waar gaat dat al ontzettend goed? Waar kunnen we daar met elkaar van kijken, ja, daar willen we meer van. Om vervolgens te gaan dromen van, oh, we zouden zo graag willen dat die leerlingen niet gaan werken voor een cijfer. Dat zouden we willen. En hoe kunnen we dat dan bereiken? En ook bijvoorbeeld in de examenklasse, daar gaat het ook steeds weer over toetsen en cijfers. En dat is belangrijk. En dan moeten we ook niet gaan ontkennen dat die cijfers voor hen niet belangrijk zijn. Want dat zijn ze wel. Want uiteindelijk leven we wel in een situatie waarbij je op een tiende punt kunt zakken. En dat betekent toch een jaar over. Hoeft niet slecht te zijn, maar in de ogen van de leerlingen is dat dan wel slecht. Dus hoe kunnen we toewerken naar een situatie waarbij we niet alleen maar focussen op de output, maar ook op het proces en op ontwikkeling. En dat cijfer is heel erg dat afrekenen. Dan gaan we dromen. Na het dromen komt het ontwerp. Want het is heel goed om heel grote dromen. Maar ook goed om te kijken. Hey, hoe ga ik mijn droom in een ontwerp gieten? Wat is daarvoor nodig? En dan tenslotte, ga het maar doen.
zet samen, en dat is heel belangrijk, zet samen die eerste stap. En dat hebben we ook hier echt in dit proces gedaan, waar Miranka een voorbeeld van was met het cijferloos werk in de middenbouw, maar we zijn ook het aantal PTA-toetsen, meetellende toetsen voor het schoolexamen, zijn we ook gaan reduceren. En echt vanuit de gedachte van hoe kunnen we die leerlingen helpen met de ontwikkeling? Hoe kunnen we dat doen? En zo meteen zal ik daar ook nog wel op terugkomen. Maar het is vaak zo dat tussen droom en werk, daar zit wat tussenin. Want dat lukt niet altijd. Daar liggen dan wetten en onoverkomelijke bezwaren, lijkt het wel. En daar wil ik ook even met elkaar naar gaan kijken. En met het verzoek of je naar de Mentimeter kan gaan. Dat kan je doen met een tweede scherm. Dus misschien heb je een telefoon als je daar niet op kijkt. En dan kun je de code scannen. Maar je kunt ook naar menti.com gaan. En dan de code 1432119 in gaan voeren. En dat kan trouwens ook gewoon met je pc. Ik heb daar een link staan, maar ik kan hem eventjes niet in de chat zetten. Ik weet niet waarom, maar mij lukte het niet. Om naar die site toe te gaan, dan ga ik twee vragen stellen. De eerste vraag, die luidt, wat is het woord van toetsen? En de vraag is, zet daar maar eens eventjes drie woorden die bij jou opkomen. En de tweede vraag, die komt dan daarna. Maar ik ga eerst zelf ook het scherm van Menti delen. Door deze. Kijk. Daar staat het. Het verzoek is drie woorden en in beeld gaat zo meteen een wolk ontstaan. En ik wil daar een minuut voor geven om daarnaar te gaan kijken. En woorden die vaker worden genoemd, die komen ook groter in beeld. Dus dit is al een hele mooie onderzoeksmethode om te kijken waar denken 18 mensen, 17 exclusief mezelf, aan volgen in plaats van achtervolgen. Mooi. Heel. Kennis. Nog 13 seconden. Kijk, er komt nog wat bij. Druk op enter voor je laatste momentopname. Volgen. Kijk, dan. Mooi. Dank jullie wel voor het insturen. Ik ga dus eventjes kijken van waar gaat het over. Waar denk je aan bij het woord van toetsen? De woorden die het grootst zijn. Kennis. Daar ben ik benieuwd naar of iemand die kennis heeft ingezet, wat daarmee bedoeld wordt. Misschien wil iemand zijn microfoon onmuten. Dat is een niet-Nederlands woord. En dat delen. Als je dat wil. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou mij niet bellen. Ik blijf lekker zitten. Dat type was genoeg. Ik vind kennis eigenlijk wel een mooie bij toetsen. Van ja, kennis kun je inderdaad op een mooie manier toetsen. En dan misschien ook reproductie. Ik weet niet wat er precies door degene die dat neer heeft gezet. Cijfers beoordelen, leren. Dat is inderdaad zo. Hè. Toetsen, daardoor gaan leerlingen echt leren. Ze gaan echt wat doen. Er is veel onderzoek naar gedaan. Alleen de vraag is van ja, als leerlingen gaan leren omdat er een toets is, wat voor een motivatie zit daar dan in? En achter, is dat die extrinsieke motivatie waar Daisy en Ryan het over hebben? Of is dat meer een vorm van autonome motivatie? Heb je ook nog intrinsieke motivatie? Maar ik heb niet de illusie dat leerlingen altijd intrinsiek gemotiveerd zijn voor elk vak. Maar soms kan autonoom, dat je toch ook het gevoel hebt, hé, dit is toch belangrijk wat hier gedaan wordt, dat het ook mooi is. Dus die leerlingen die leren echt, omdat ze een toets krijgen. Dan waren wij ook binnen onze school, kwamen we daar ook bij. Van toen we het aantal toetsen gingen realiseren, waren heel veel collega's bang dat ze niks meer gingen doen en niks meer zouden leren. En daar sprak eigenlijk ook een soort van controle wat daar ook in zat. Sprak daar eigenlijk ook wel uit. En de vraag die wij onszelf hebben gesteld is van, hey, hoe kunnen we dan van controle naar vertrouwen gaan? En natuurlijk moet je ook realistisch zijn naar de leeftijdsfase.
van waar de leerlingen in zitten. Maar je kunt niet alles misschien volledig op dat vertrouwen doen, maar je kunt wel vanuit de vertrouwensbasis de leerling misschien liefdevol een beetje controleren. Dus dat is toch anders dan wanneer je vanuit een wantrouwen staat, want ook dat gebeurt natuurlijk ook binnen onze scholen, dat een leraar zegt, ja, ik ga ze maar toets geven, want anders doen ze niks. En dat is soms ook zo, alleen de vraag is, waardoor komt dat? Is dat niet het systeem? Momentopname, toetsen zijn natuurlijk een momentopname, zeker de traditionele toetsen. Het falen, daar wil ik zo ook nog even op terugkomen. Het belang van het falen. Ik vind het namelijk belangrijk dat je leert falen. Door de fouten leer je, zeggen ze wel eens. Een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan denzelfde steen. Maar hier komt een mooi beeld uit onderzoeken. Vind ik echt ook een mooie die daarin staat. Ik wil naar de volgende vraag gaan. En de volgende vraag, en dan gaan we deze even in ons hoofd zo een momentopname van dit beeld maken. En dan gaan we nu ernaast zetten de vraag, waartoe geven wij onderwijs? Als het goed is, als je nog op Menti zit, dan komt nu deze vraag ook in beeld. En dan de vraag om daar dan drie woorden waar je aan denkt bij het waartoe van het onderwijs. Is misschien moeilijker ook. Kijk, daar hebben we Bista. Prachtig. Prachtige dingen komen er. Nog een halve minuut. Terwijl de laatste woorden er ook nog in worden gezet, is mijn vraag of iemand van jullie wil delen wat hij ziet in dit stuk. Van als je het waartoe ook zet naast het toetsen. Wat valt je op? Wat zie je? En als je wat wil delen. Van, hey, wat valt je op als je naar deze woorden kijkt. Ook in relatie tot het woord toetsen. Als je wat wil zeggen dan kun je je hand opsteken. En dan geef ik je de beurt. Zodat we niet allemaal tegelijk wat gaan zeggen. Wat zie je? En we kunnen samen ook zo dat beeld een beetje opbouwen. Dus je hoeft niet volledig te zijn. Door gelijk een volledige data-analyse erop los te slaan. Dat is wat veel gevraagd. Ja, Aziza. Zou jij willen delen door ook je microfoon even aan te doen? Want je kunt veel. Heb ik net gedaan, dankjewel, ah. Wouter. Nou, wat mij meteen opvalt is dat toetsen is eigenlijk maar wat we kunnen becijferen, maar een heel klein stukje, een heel smal stukje is van het waartoe van het onderwijs. En dat zie je volgens mij heel mooi in dit beeld wat hier verschijnt. Dat die brede vorming of de brede ontwikkeling. Eigenlijk veel meer behelst dan alleen maar dat stukje wat we in cijfers kunnen vangen. Mooi, mooi. Lini, zou jij ook nog jouw beeld erbij willen zetten? En als je ook wat wil zeggen, ook als andere, steek je hand op en dan behandel ik hem op volgorde. Ja, wat mij opvalt, en ik moet eerlijk bekennen, ik ben een hoop woorden van de eerste behoorlijk alweer kwijt. Maar dat gaat meer om meetbare of prestatieve dingen die daar gevraagd worden. En dit gaat eigenlijk bijna allemaal om sociale, ideologische dingen. Dus we willen iets heel anders dan dat we meten. Mm-hmm. Mooi, mooie conclusie daarin. We willen iets anders dan dat wat we meten. En dan
als ik weer terugga naar alles wat je aandacht geeft groeit. En als we dan heel veel meten. Van hé, hoe kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat we dit aandacht geven? Zodat dat groeit. Patrick. Ja, het is ook zo van. Omdat we bepaalde instrumenten hebben waar je makkelijk mee kan meten. Zie je ook dat mensen dat veel meer gaan waarderen. En zelfs dat er een soort van inflatie van waarderen bestaat op de dingen die je goed kan meten. In plaats van juist die andere dingen. Als ontwikkeling, brede vorming. Die je eigenlijk minder goed kan meten. Dat die eigenlijk het onderspit delven. Mm-hmm. Ja, mooi. Nou, dat is ook wel wat ik ervoer in het onderzoek. En steeds, ook in de praktijk, als ik met collega-docenten spreek, niet alleen bij ons op school, maar ik heb ook het geluk dat ik op andere scholen mag komen, is, we hebben zo'n mooie intentie, binnen het vrije schoolonderwijs, binnen het Montessori-onderwijs, binnen het Dalton-onderwijs. Het is echt vanuit een mooie stroom ontstaan, idealistisch ook. En tegelijkertijd voel ik van, hé, waarom lukt het niet in ons handelen? En daar ben ik ook naar gaan kijken. Van, hé, hoe komt dat dan dat we het niet doen? We weten het allemaal wel. We weten ook van, hé, daar zit iets in. Ik sprak een paar weken geleden met een PhD-student die onderzoek aan het doen is naar het feit waarom in bestuurlijke organisaties roepen we allemaal dat formatief toetsen is belangrijk, ook binnen het ministerie. Dat vinden ze allemaal belangrijk. Waarom gaat het datzelfde ministerie wat subsidies geeft voor formatief werken, tegelijkertijd weer andere regels maken die nog harder ons gaan controleren op leeruitkomsten? En nu over burgerschap een eindexamen bijvoorbeeld willen gaan instellen. Van, hé, waar gaat dat? Wat gebeurt daar dan eigenlijk? En zelf heb ik daar samen met Aziza, zijn we daar ook wel menig uur hebben we daarover gebrainstormd van, hé, wat merken wij nou? Daarvoor ga ik weer terug naar mijn PowerPoint. En daar zagen we eigenlijk van intentie naar handelen, daar zitten een aantal stappen in. En we ervoeren die incongruentie daarin. Dus je hebt aan de ene kant de intenties, het waartoe, en aan de andere kant de praktijk. Waarbij we toch zien dat toetsen, die focus op kwalificatie zou je misschien wel kunnen zeggen, dat die heel erg groot was. En die twee waren niet congruent. En hoe kwam dat? Hoe komt dat volgens mij? Omdat we een ontwerp hebben, een onderwijsontwerp, hoe we dingen inrichten, die niet altijd congruent is. En de vraag die je idealiter zou willen stellen van, hey, we hebben een intentie, we willen iets met elkaar. Wat is het onderwijsontwerp dat daar het best bij past? Van, hey, we willen brede vorming. We willen kwalificatie, socialisatie en subjectwording, willen we aandacht aan geven. Hoe moeten we dat onderwijs dan inrichten? Dat we dat al kunnen doen. Betekent dat we een gemiddelde havist 1000 cijfers moeten geven? Want een gemiddelde havist, is uit onderzoek gebleken, krijgt 1000 cijfers over zijn hele periode, zijn hele schooltijd. Is dat wat daarbij past? Ik denk het niet, maar als het er wel bij past en als je dat ook echt vanuit je intenties ook kan voelen, ja, dat past wel, dan vind ik niet dat ik daar een oordeel over moet hebben. Maar dan is dat congruent eigenlijk, dan is dat ontwerp congruent met de intentie. Maar voor ons binnen het vrije schoolonderwijs is dat niet het geval. Vervolgens, als je een ontwerp maakt, want ook daar kwam ik achter, hele leuke plannen maken en vervolgens, het gebeurde niet in de praktijk, omdat collega's onvoldoende waren meegenomen in het proces. Dus als je een ontwerp hebt, is de vraag van, ja, hoe ga je dat dan doen in de praktijk? Kunnen we elkaar ook tijd en ruimte gunnen om te wennen aan een nieuwe situatie? En dan kom ik bij dat stuk wat binnen dat actieonderzoek zo waardevol is gebleken. Dat is jezelf de vraag stellen, hey, ben ik eigenlijk congruent bezig? Dus niet alleen een ontwerp maken en leraren tools geven van, joh, zo moet je het gaan doen, dit is het hoe. Maar ook weer de vraag terugstellen. Hé, we zijn nu een tijdje bezig met elkaar. Is het handelen congruent met het onderwijsontwerp? En vervolgens ook, is dat ontwerp, is dat weer congruent met die intenties? Dus als we dan die twee woordwolken zo naast elkaar neerzetten, dan kun je ook afvragen van, hé, waar zit die incongruentie in en waar komt dat dan door? En dan zijn er ook altijd situaties
aanleidingen intern, bijvoorbeeld omdat je het in je voelt van het moet anders, of extern, een ministerieel decreet wat maakt dat we een nieuw eindexamenvak moeten invoeren, of bijvoorbeeld corona als voorbeeld, die maakt dat we ons hele onderwijsontwerp anders moeten doen. Om corona dan maar als voorbeeld te nemen, we vinden de ontmoeting belangrijk met de leerling, het samenwerken. En ineens moest alles bij ons via Microsoft Teams. En dan is het, kunnen we natuurlijk lekker doordenderen van, nou ja, dan doen we alles wat we normaal binnen digitale omgeving doen. Maar het kan ook heel waardevol zijn om te kijken, hey, we hebben nu een situatie, corona, we moeten online lesgeven. Is het online lesgeven congruent met onze intenties? Nou, antwoord bij ons, nee. En dan toch kijken van, hey, hoe kunnen we vanuit onze intenties het online onderwijs zo vormgeven dat het in ieder geval iets meer congruent is. En dat we vervolgens samen gaan kijken van, hey, hoe gaan we dan handelen? En dat is het ook met de cijfercultuur. Want dit is precies het proces wat wij zijn gegaan met elkaar, is steeds, ja, die lemniscaat vorm, het is ook nooit klaar. Er zijn altijd weer een nieuwe collega of een gevoel van, hey, het gaat toch niet goed. Om weer te gaan kijken, intentie, ontwerp en dat handelen. Om daar steeds die beweging daar zo tussen te gaan maken. En voor ons was dat heel waardevol. En ik denk dat dat voor iedereen waardevol is om die tijd te nemen om samen daarnaar te gaan kijken. En daar ook gewoon tijd voor vrij te maken. Dat zei Miranka ook. Was een vraag van, kost dit dan niet heel veel tijd op zo'n andere manier kijken? En ze zei, ja, dat kost heel veel tijd. Maar we zijn nu andere dingen niet gaan doen. En dat is ook echt de bedoeling. Want het is niet zo dat je 24 uur per dag met je werk bezig kan zijn. En iemand verwoordde het wel eens, het is alsof je de motor van een vliegtuig aan het repareren bent tijdens de vlucht. Dat je echt continu zo samen moet gaan heroverwegen en herijken en tijd en ruimte inruimen. Wat wij ook binnen onze school in Zeist hebben gedaan is, elke donderdag nemen we 2,5 uur de tijd om met elkaar te gaan studeren, gesprekken te voeren, samen praktisch te werken aan hoe we gaan toetsen. En daar hebben we tijd voor vrijgemaakt. En dat is best een flinke ingreep. Maar we hebben gemeend dat we echt met elkaar dit proces moeten doen door elke donderdag 2,5 uur lang niet te vergaderen, want vergaderen dat klinkt heel saai, dat is het niet, samen te studeren en samen bezig te houden met de echt wezenlijke vragen. En daar zijn we nu dit jaar mee gestart en dat heeft ons heel veel, dat brengt ons nu al zoveel op in deze tijd. En misschien blijkt weer over een tijdje dat we helemaal niet meer 2,5 uur hoeven te vergaderen. Maar dan passen we het ook wel weer aan. Dan hebben we weer een aanleiding om het ontwerp zo aan te passen. Ik zie in de chat iets staan. Ik kan me voorstellen. Ik weet niet of. Nou, ik zag een bolletje. Ik weet niet of dat ook klopt. Maar anders hoor ik het wel van Hilde Marie als ik iets mis. Want dit kan best complex zijn. En als er geen vragen over zijn, dan ga ik door. En straks aan het eind is ook nog wat tijd. Namelijk kijken van, hey, wat willen we nou? Van hoe kunnen we samen de leerling verder helpen? En een paar weken geleden, één week geleden staat in beeld, las ik de volgende uitspraak van Jan-Jaap Hubeek. In een tussenmomentje met mijn puberzoon van 15 vroeg ik op deze zondagochtend, leren wij je als ouders eigenlijk wel genoeg omgaan met weerstand? Zonder hapering kwam het antwoord. Daar is school toch voor? Hoezo dan? Nou, ik moet daar dingen leren die nergens over gaan. En het enige wat ik ermee moet doen is de kennis uitkotsen als er een toets is. Daar heb ik veel weerstand tegen. Het maakt niet uit of ik die kennis snap of interessant vind. Het gaat allemaal om dat kotsen. Wij gaan op weg naar het eindexamen. En ik heb hier met Jan-Jaap ook wel over gesproken, naar aanleiding van wat hij hier schreef. En dat voelt voor mij ook, als ik dit zo lees op deze manier, denk ik, oeh, daar zit een incongruentie tussen het handelen, want het heeft een uitwerking ook op deze leerling,
dat het niet uitgaat, dat het er niet uit maakt of de kennis gesnapt wordt of interessant is, dat het allemaal maar gaat om te kopiëren, eigenlijk alsof je een kopieermachine bent. En als ik naar de vrije schoolpedagogiek kijk, dan is dat een pedagogiek die gaat in mijn ogen om de ontmoeting met de weerstand aan te gaan. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, even grofweg, want dat mag dan ongenuanceerd, er zijn drie vormen van pedagogische stromingen. Eén pedagogische stroming is het kind is een vat dat gevuld moet worden. En het is aan ons om die kennis erin te stoppen. En misschien als dat je pedagogische stroming is, dan is je handelen is heel congruent met de intentie. Maar ik denk dat dat bij de vernieuwingsscholen en bij eigenlijk elke school inmiddels echt niet meer de intentie is. Dan heb je een andere pedagogische stroom en die beschouwt het kind eigenlijk ook als een veld vol bloemen. En dat kind moet zelf de bloemen gaan plukken. Ik denk dat een hele mooie de school die er niet meer is, de Iederwijsscholen is. Van laat die kinderen vrij en ze gaan zelf komen ze met dat prachtig mooie boeket. Dan moeten wij niet zeggen je moet die bloem plukken en die bloem plukken. Maar voor mij is de vrije schoolpedagogiek een existentiële vorm van pedagogiek. Waarbij het erop aankomt dat je jezelf ontmoet. En in die weerstand dat daar die ontwikkeling zit. Dus dat je in jezelf komt en in de wereld komt. En met in de wereld komen bedoel ik ook dat je ook kennis maakt met de kennis die er is. Want kennis is in de wereld. Die is heel belangrijk, kwalificatie. We hebben ook normen en waarden. We hebben ook, hoe gaan wij met elkaar om? Wie ben ik en wie zijn wij? Dat is dat socialiserende stuk. Dat is ook in die wereld. Alleen het is ook de kunst dat je in jezelf komt en dat je vanuit in jezelf komen ook weer iets toevoegt aan die wereld. Luc Stevens zei het zo mooi, ook in een podcast van Jan Jaap, van ieder kind heeft zijn unieke levensopdracht. En het is de taak aan het onderwijs om die te vinden. En dat is ook hoe wij als vrije scholen echt kijken naar de ontwikkeling van leerlingen is dat wij mogen bijdragen dat die leerling zijn unieke levenstaak kan vinden, zodat hij die in de wereld kan zetten. En dat is voor mij ook omgaan met weerstand. En ik denk dat we als onderwijsmensen allemaal wel het begrip curling-ouders kennen. En dat zijn dan die ouders die alle weerstand van de leerlingen proberen weg te vegen. Dus als de curlingbaan de weg glad te maken, zodat een leerling zo moeiteloos daardoorheen kan glijden. Ik heb een paar weken geleden een heel mooi gesprek mogen hebben samen met Jan Jaap over weerstand, samen met een leerling van mij, Ella. En dat wil ik jullie graag laten horen. Ik hoor nu niks. Oh. Ik hoorde even een geluid en toen viel die weg. Oké. Ik ga hem opnieuw. Ik denk dat ik dan ben vergeten om het vinkje systeemaudio delen aan te vinken. Dat doe ik nu wel. En als jij een duimpje opsteken als je nu wat hoort. Ja. Hey Ella, welkom in de podcast. Hi. Leuk dat je erbij bent. Ja, ik vind het ook heel leuk. Wouter vroeg jou om aan te sluiten. En jij zei ja. En je zit hier met een heel blij hoofd. Dat kan de luisteraar niet zien, maar ik er wel. En wat zou je willen veranderen, Ella? Ik denk toch wel, ja, natuurlijk een paar basisdingen. Maar ook wel zeker het programma van toetsing en afsluiting, zeg maar. Echt wel hoe dat gedaan wordt. En centraal examen en toetsen en cijfers. En wat er zo is ingebrand bij iedereen nu. Dat mensen er eigenlijk niet meer over nadenken of het wel of niet werkt. En waarom is dat een probleem? Dat, waar knelt de schoen? Nou, omdat een 8 zegt niks over hoe erg je je best ervoor hebt gedaan. Of over jou als persoon, om even een beetje antroposofisch te doen. En ik denk dat het wel belangrijk is dat er meer wordt gezegd dan hoeveel vragen je goed hebt. Waar heb je het gevoel dat je gezien wordt?
En waaruit blijkt dat? Want je zei van ja, die 8 zegt niks over hoe ik mijn best heb gedaan en wie ik ben als persoon. Maar kun je momenten beschrijven uit je schoolcarrière waarbij je wel het gevoel had van hé, daar werd Ella gezien? Ik heb afgelopen jaar in de 10e heb ik, dus dat is voor de 4e, voor normale reguliere scholen zeg maar, heb ik een 10e klasgesprek gehad met mijn mentor. En dat vond ik wel een heel leuk en mooi gesprek ook wel, omdat ik echt het idee had dat hij mij echt kende, ook al kenden we elkaar maar van alleen de gymlessen, zeg maar. Dus dat soort persoonlijke aandacht of de stukjes in je getuigschrift, als er echt ook woorden worden gegeven aan jou eigenlijk als persoon, dan heb ik al het gevoel dat ik gezien word. In het gesprek net met Wouter ging het er ook heel erg over dat het, als je iets geleerd hebt en je vindt daar iets van en je mag daar je oordeel over geven, dat het dan ook wel fijn is dat er soms wel een cijfer ook tegenover staat. In hoeverre vind jij het zo fijn om, als je iets afrondt, dat daar dan ook echt een beoordeling tegenover staat? Of ben je eigenlijk veel meer voor het formatieve verhaal en zou je eigenlijk willen leren echt om het leren? Idealistisch gezien zou ik willen leren om het leren. Maar ik ken ook heel veel. Ja, ik vind het leuk om te leren, zeg maar. Klinkt misschien apart, maar ik hou ervan om nieuwe dingen te leren. Maar ik ken ook heel veel mensen die dat niet hebben. En ik denk dat die dan heel weinig motivatie hebben om te gaan leren voor een toets, als ze toch alleen maar een woordje krijgen, zeg maar. Maar dat ligt misschien ook aan het erin gebrande systeem van dat je pas leert voor iets als je er een cijfer voor krijgt, omdat je goed cijfer halen. En als dat systeem weg zou zijn, dat er misschien wel meer leerlingen zijn die gewoon meer kijken naar dat het leuk is dat ze iets nieuws hebben geleerd. Dat denk ik. En Wouter zegt, we moeten ook leren om te vallen. Om ook leren om fouten te maken. We moeten ook leren om te struikelen. Kan dat, is daar nu ruimte in het systeem? Of in jouw schoolperspectief om ook fouten te kunnen maken? Niet echt, denk ik. Want er wordt eigenlijk meer gedreigd dan beloond. Soort van. Ja, natuurlijk als je een 10 krijgt, dat is wel beloning. Maar je moet eigenlijk in alles goed zijn. Tenminste, sowieso op onze school. Je moet op WO een taal hebben. Je moet dus goed zijn in taal. Je moet ook wiskunde hebben. Daar moet je ook goed in zijn. Dus je moet in heel veel dingen goed zijn. En als je er geen goed cijfer voor haalt, dan heb je grote kans dat je gewoon nog een jaar moet blijven zitten. Dan word je eigenlijk soms zelfs beloond voor afkijken of dat soort dingen. En niet echt, krijg je niet echt dan goede feedback om sterker te worden ervan. Kun je een voorbeeld noemen van waarin je dat zo ervoor? Nee, eigenlijk niet. Maar ik hou persoonlijk ook niet zulke hele slechte cijfers. Maar dat vind ik juist ook wel jammer, dat er niet een moment is waarop ik heel erg ben gestruikeld. Want dan heb ik het idee dat ik ook niet echt dat heb geleerd, zeg maar. Dus wij moeten jou laten struikelen, hoor ik eigenlijk. Eigenlijk wel. Okay. Ja, maar Wouter zegt ook dat je juist door wrijving glans krijgt. Dus ja, dat je ook met die weerstand moet omgaan, hè? Wat je net zo beschrijft, dat je moet leren om het leren. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, daar ben ik het wel mee eens. Ja, help me daarbij, want ik denk dat vrije schoolonderwijs is zo mooi gedreven onderwijs vanuit waarde. En dan ga je zeggen van ja, maar je moet eigenlijk ook leren omgaan met weerstand. Leren omgaan met weerstand is iets anders dan in stress ondergedompeld worden, doordat je elke week Franse woordjes moet leren van hier tot Tokio. Waarvan ik het idee heb dat op andere scholen wel gebeurt, de verhalen die ik heb gehoord. En hier gaat het allemaal wat rustiger aan. Wat inhoudt dat je inderdaad misschien, als je het makkelijk vindt om te leren, minder op dat opzicht valt. Maar je wordt ook wel aangesproken op andere dingen, zoals inzet of creativiteit. Dus op dat soort gebieden kan je ook natuurlijk nog keihard struikelen. Maar ja, zoals ik al zei, ik vind dus weerstand stuiten is iets anders dan ondergedompeld worden in de stress. Ja, mooi hoe Ella dit zo verwoordt. En laterop in het verhaal verwijt zij ons als school dat wij een jaar geleden, toen het even niet zo goed ging met Ella en ze hele slechte cijfers hier haalde en niet gemotiveerd was, dat wij haar onvoldoendes wegmoffelden op het rapport, aldus haarzelf. Zij zei van, geef me maar die 4. Dat had mij geholpen. En daar had ik me aan kunnen ontwaken eigenlijk van, hé, ik moet weer wat gaan doen. En dat gebeurde dan maar niet. En dat vind ik heel erg mooi, van enerzijds, we willen ze niet verlammen in de stress.
Dus het is niet zo dat we binnen het vrije onderwijs zeggen, joh, jongens, doen jullie maar waar je zin in hebt. Zoals de Ieder-Wijs-scholen, nu doe ik ze te kort door dat zo kort door de bocht te zeggen, daar echt vanuit een pedagogische overtuiging ook van uitgingen. Van nou, je moet ook die vrijheid geven. Want uiteindelijk gaat het erom dat we volwassen worden. Ik zag ook net in het plaatje het waartoe van het onderwijs heel mooi het menswording. En ik denk dat je een mens niet wordt doordat een ander zegt wat jij moet doen. Dan word je een object. En we willen geen objectificatie. We willen subjectwording, subjectificatie. We willen dat we een subject worden. En daarvoor is ook die weerstand dus echt van belang. En ik denk ook dat een cijfer ook heel erg kan helpen met een stukje weerstand. Dat het ook heel fijn is zo af en toe. Maar het gaat erom hoe kunnen we samen met die leerling tot een ontwikkeling gaan. En daarvan vind ik het formatief handelen, waar ik zo meteen nu in het laatste stuk van mijn verhaal op in wil gaan. Maar ik zie ook een vraag. Ja, ik weet niet, want het was voor het filmpje al. Maar Rietje, had je een vraag? Hello? Nee hoor, ik heb geen vraag. Excuus. Oké. Prima. Er staan nog wat opmerkingen in de chat, maar dat zijn meer opmerkingen dan echt vragen. Dus misschien kan je eerst doorgaan, Wouter. Dankjewel. Oké, helemaal goed. Want ook die sturing, je wilde dat daar ontwikkeling gaande is. En daarvoor kwam ik al heel snel bij het thema formatief toetsen in mijn onderzoek. En formatief toetsen, wat wordt daar dan mee gezegd? Want ook dat zijn verschillende meningen over. Dus ik ben gaan kijken van wat is nou voor mij het doel van formatief toetsen of formatief handelen. Want ik heb het ook veel liever over handelen. Namelijk dat gaat voor mij erover dat ik zicht krijg op de ontwikkeling van de leerling. Ik wil waarnemen eigenlijk. En dat ik kijk, hé, waar staat deze leerling? Dus in het geval van Ella ging het allemaal te gemakkelijk af. Dat ik ook kijk van, hey Ella, voor jou gaat het allemaal gemakkelijk af. Hoe kan ik vanuit daar, vanuit die waarneming die ik doe, kijken, hey, welke stap is voor jou nodig? Dat is voor mij formatief werken. Dus dat is mijn doel, voor mij als docent, dat ik zicht krijg op wat die leerling doet. En niet alleen zicht krijg op hoe goed kun je een toets maken. Dat momentopname, wat ook in de woordwolk net ook al terugkwam. Dus hoe kan ik waarnemen op die brede ontwikkeling? En daarnaast is formatief handelen ook echt een doel voor de leerling. Namelijk het zweet dat op de juiste rug moet gaan staan. Niet zozeer op onze rug, maar we willen dat er bij die leerling wat gebeurt. En dat de leerling ook leert regie nemen over het eigen leerproces. En ik denk dat je dat ook heel mooi zag in het beeld van Miranka. Wat aan het begin van deze meet and greet wat ik liet zien. Dat de leerling ook echt, als je dat vanuit een juiste intentie doet, dat is van belang, dat dan ook zal gaan komen. Formatief moet niet een doel worden, dus het moet niet tot een instrumentarium worden, dat het formatief toets dat een doel is. Ik hoor wel eens bij scholen dat ze als verplichting hebben voor alle docenten dat ze tenminste 2 formatieve toetsen per blok moeten afnemen. En dat zijn dan toetsen zonder cijfers en dan kun je al raden wat die leerling dan gaat doen. Als die de keuze heeft tussen de Netflix-serie The Crown, waar weer prachtige mooie afleveringen zijn, of de formatieve toets leren die niet meetelt. Dan zou ik het ook wel weten eigenlijk, wat ik zou doen. Dus dat is van belangrijk. Miranka zei het ook, dat ze steeds ook bij zichzelf stilstaat. Ja, hé, maar waartoe? En wat wil ik eigenlijk zien? Hè? Wie zie ik misschien nog niet goed genoeg? En tegen dat formatieve toetsen, kijk, ik heb toetsen maar even doorgestreept. En tegenover dat formatieve handelen staat ook het summatieve toetsen. En dat is dat we er wel een oordeel over gaan hebben. Dat we een beslissing nemen, een zware beslissing ook soms wel. Gaat een leerling naar MAVO, HAVO of VWO? We hebben bij ons op de vrije school het zo geregeld dat wij pas aan het eind van de 3e klas van de middelbare school gaan we de leerlingen pas indelen. Tot die tijd zitten MAVO, HAVO en VWO leerlingen bij elkaar in de klas. En ja, dat is heel lastig voor de leraar om iedereen aan te spreken op het eigen niveau. Maar we doen het toch, omdat we geloven dat die keuze zo lang mogelijk uitstellen, dat we daarmee die leerling echt helpen om mens te worden. Om met elkaar en van elkaar te leren en MAVO, HAVO en VWO bij elkaar te hebben. Onze rector heeft op onze school gezeten. Onze conciërge ook.
En die hebben bij elkaar in de klas gezeten. En waar anders zie je dat nog? Dat de loodgieter met de rechter in de klas heeft gezeten. Want op de hockeyclub is dat ook niet het geval. Want de een zit op hockey en de ander zit op voetbal. We zeggen nee, wij vanuit onze intentie gaan we die leerlingen zo lang mogelijk bij elkaar laten zitten. Tot het moment dat het echt niet anders kan. Want op een gegeven moment ja, hebben we ook te maken met de wereld. En die vraagt ook een diploma als toelating tot het vervolgonderwijs. Dus dat is summatief toetsen. Nemen van die zware beslissing. En het slagen en zakken en die determinatie die daar dan uit voortkomt. En wat ik al zei, dat formatieve handelen, dat is een handelingsproces. En dat handelingsproces, dat is cyclisch. Dat gaat altijd maar door. En het begint bij de eerste vraag is, waar werken we naartoe? Wat gaan we doen? En dat kan zijn, we gaan, zoals Miranka vertelde, we gaan de spieren leren kennen en kijken wat voor spier. Maar ook, we gaan leren samenwerken. We gaan leren een oordeel te vormen over corona of over Trump. Of in de hogere klasse heb ik het laatst gehad over de hele crisis binnen Forum voor Democratie. Waarbij ik dan de leerlingen wil leren om vanuit respect ook een oordeel te vormen. Want we kunnen natuurlijk heel veel spot mee drijven. Maar we kunnen ook kijken, hey, wat is daar dan aan de hand en wat gebeurt daar dan? Dat is heel interessant. Nou, dat is een feed-up. Dan heb je feedback. Dat is het moment waar staat de leerling nu. En dat de leerling dat ook weet waar die staat, maar jij ook. Dus dat je waarneemt als het ware. En vervolgens is het natuurlijk leuk dat we weten dat een leerling een bepaald leerdoel niet heeft behaald. Maar het doel is dat de leerling naar de gewenste situatie komt en dat we de leerling ook daarbij helpen. Van, hey, hoe doen we dat dan? Dat zou je dan feed forward kunnen noemen. En wat ik daar ook zie gebeuren in dat situatie van echt effectieve feedback geven, is dat de docent vooral heel erg veel zweet op zijn rug heeft staan. En dat die leerling, waar Miranka het over had, bij die toets dat blaadje opfrommelt en weggooit in de prullenbak. Of als het een nette leerling is, het blaadje in de map doet en de map blijft dicht. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat het de leerling meer tijd kost om wat met die feedback te doen dan het de leraar kost om het te geven? En dat is de kunst. En informatief handelen, er is fantastische literatuur over geschreven, worden daar geweldige handreikingen voor gedaan, hoe je dat dan kunt doen. En daarvoor raad ik jullie ook de website toetsrevolutie.nl aan, of de boeken van Dylan William. Fantastisch mooie didactische principes. Maar voor mij gaat het niet in de eerste plaats om die didactische principes. Maar gaat het er in de eerste plaats over, hoe krijgen we waardegedreven onderwijs? En daarbij is dit dan een instrument. En vervolgens, als de leerling in de juiste situatie is, ja, dan is het gewoon heel leuk. Dan beginnen we weer met wat nieuws. Ook al is de leerling er niet, we gaan ook daar cyclisch op door. En wat voor mij en wat ik op jullie wil meegeven, is de vraag van hoe kun je binnen jouw school toetsen kiemkracht geven, want eigenlijk is dat het doel. En in kiemkracht zit iets, we moeten niet in toetsen een soort van round-up laten zijn, dat we alles doodmaken, al het enthousiasme, alle passie die er is, wat je zag bij het berichtje van Jan Jaap over zijn zoon. Maar je wil dat zo'n toetsmoment, dat dat weer een zaadje is, van waaruit iets heel moois kan voortkomen, wat ook in de prachtige cartoon staat die in het boek Over Bruggen staat, de gezamenlijke werken van de lectoraat vernieuwingsonderwijs, waarde van vrije schoolonderwijs en activiteit. Dus die vraag nodigt je eigenlijk uit om maandag gewoon eens eventjes bij de koffieautomaat te stellen. Wat is er voor nodig om toetsen meer kiemkracht mee te geven? En dan kun je ook eens met elkaar kijken, ja, wat vinden we dan kiemkracht? Wat is dan waardevol? En dat mag, daar mag iedereen ook zijn eigen invulling aan geven. En dat is ook het mooie, denk ik, van het Nederlandse onderwijs. Dat we niet, dat de staat niet bepaalt wat zij kiemkrachtig vinden. Maar dat we dat met elkaar mogen gaan bepalen en met elkaar mogen gaan zoeken naar die vraag. En rondom die vraag wil ik ook heel graag met jullie in gesprek gaan. Ik ga over een tijdje, wanneer het weer een beetje mag, wil ik ook een meet-up organiseren. Waarbij we eigenlijk onder het genot van een kop koffie eens met elkaar over deze vraag het kunnen hebben op een laagdrempelige manier. Dus niet de bedoeling dat we daar hoogdravende publicatie uit krijgen of dat ik een gigantisch verhaal ga vertellen zoals ik dat nu doe, maar dat we samen over deze vraag
het kunnen hebben. Wat is daarvoor nodig? En wat is er nodig in de school? Wat heb jij nodig? En als je daar interesse in hebt om daarover met mij in gesprek te gaan, zoals op een middag, misschien als het mooi weer weer is, ergens in een park of ergens binnen onder het genot van een kop koffie, dan nodig ik je zeker uit ook mij dat te laten weten door mij een e-mail te sturen dat je dat wil. Of je kunt mij ook op LinkedIn volgen om te kijken wanneer ik dat ga doen. Ik weet nog niet wanneer, want we weten allemaal niet wanneer wat mag. Maar dit is een uitnodiging die ik wil doen. Want ik ben ook heel benieuwd naar hoe ieder dat voor zich doet. En juist ook binnen verschillende soorten van onderwijs. Mijn e-mailadres staat hier in beeld. modderkool.w@haasleiden.nl. Mocht je denken, die Ella, dat is een wijze vrouw. Dan kun je de podcast vinden op Spotify, op Soundcloud, onder Meesterwerk. En dan als bonus krijg je mij er ook nog bij. En op onze website van het lectoraat vind je ook onderzoeken van mijn fantastische collega-onderzoekers. Die ook prachtig mooie, waardegedreven onderzoeken met jullie willen delen. En er komen ook nog fantastische meet and greets. En dit plaatje, dat moest ik met jullie delen van Kwik, Kwek en Kwak. Ik ben dan zelf wel volwassen, zeggen ze, maar ik lees ook de Donald Duck. En zo vlak voor de zomervakantie stond dit plaatje erin. Maar eerst moeten we nog een lange dag op school zitten, terwijl onze rapportcijfers al lang berekend zijn. Pff, waarom moeten we nu nog leren? Nou, dat was mijn verhaal, wat ik met jullie wilde delen. Het is ook nu 4 uur. Maar mochten er vragen zijn, dan wil ik ook met liefde tot 4:15 nog blijven. Om het gesprek misschien aan te gaan naar mensen die zeggen om 4 uur heb ik weer andere plannen. Die kunnen ook rustig vertrekken.